Dit is Ranatori, welkom erbij. In deze aflevering praten we met het assembleelid Ronnie Aluma en we zullen het hebben over het sportbeleid. Onlangs werd ook in het bijzijn van president Chandrika Pachat-Santoki, vicepresident Ronnie Brunswijk en andere hoogwaardigheidsbekleders het zijn gegeven voor de bouw van een nieuw voetbalstadion te Albina, dat naar verwachting over zes maanden moet worden opgeleverd. En hierover zullen we het in deze aflevering zo'n beetje hebben. Meneer Aluma, welkom in het programma. Dank u, dank u. Zo, u bent ook voetballer geweest bij de Voetballer. Zou u contact hebben voor het huidige sportbeleid uh, voor Serana? Nou, om eerlijk te zijn. Um, uh, toen we in de regering zijn gestapt. hadden uh, wij als CAP hadden gehoopt. En we willen ook een ministerie van Sportzaken. Sport en zaken, onder ons beheer hebben. Maar en, uh, achteraf is gebleken dat de ABAP het ook wil beheren. En die twee grote mannen, VP vice en vice-president, zijn ze dan concurrentie gekomen om te praten. Maar voor mij, voor de samenleving, is het niet een gezonde zaak. En daarom vanaf dag één, ik het ministerie dat moet komen. En met hoop, en, uh, na 2025, wie ook aan de macht komt, zo'n ministerie weer en, uh, bij elkaar brengt en, en, uh, en het meer structuur geeft. Maar hoe vind persoonlijk niet vind, wij zouden een goede job daar doen, omdat een de deskundige in huis en de partners ook, die ons en uh, de hele zaak zouden ondersteunen, ook in huis. En een mooie ontwikkeling, het stadion dat moet komen bij de Albina. Um, hoe kijkt u naar deze ontwikkeling? Het is een mijlpaal voor Suriname. Het is een mijlpaal voor Albina. Uh, je moet je indenken dat ik ongeveer 30 jaar gestructureerd heb voor voetbal. Nooit, nooit heb ik een wedstrijd, officiële wedstrijd gespeeld op Albina. Toch, en het is mijn geboorteplaats en het zou heel leuk zijn om daar een wedstrijd te spelen maar jammer Maar ik weet dat dat ik het goed dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik president en de vice-president van de Republiek Gopot aan het eerst toch? En het uh, en, project is nu project a, FIFA, de Wereldvoetbalband, ondersteunen Albina. Het is een hele mooie ontwikkeling, want uh, de andere talenten, voetbaltalenten, Lijna Albina en later zeg heel Maroena. Andere districten ook, maar Albina had geen enkele voetbalstadion. Daarom nog een mooi moment. Persoonlijk niet bij de daarbij toe, omdat ik me aan dat moment een mis. Een moment daarbij. Ja, en die dag is er een mooie ontwikkeling in Albina. Wat zou je denken dat een stadion zou betekenen die de sporters, de voetballers, voldragen? Ja, Daarom apen we internationaal en want het stadion staat op internationaal standaard voor zo'n talent. En um, door dat de talent dekbaar alleen moet er structuur nog structuur komen. En niet uh, de jaren dat president moet er, er moet een voetbalschool daar komen. So, wat op zich heel goed is, want we begeleiden het talent in een adequaat kader. van een opereer inzicht. En uh, het is een hele mooie ontwikkeling. Wanneer je de sporters voerters vraagt hoe je de mijne boekt voor succes op internationaal gebied, zou je betekenen dat jou, leek die analyse naar sporter. Zolang je hij het voor het zijn dat het positief manier, geef mij persoonlijk naar hoe Ook ik heb het gedaan een aantal jaren, toch, maar ja, met het kunobet, maar een professionele kader zou be kan opereren in C morofara, Maar met de internationale jongens die voor alle Nederland voetballen, je ziet dat die mannen zijn van huis uit professioneel opgevoed, gegroeid. Ze hebben een sabbatcultuur voor de prof. Libi. En als je kijkt naar de mensen die op een trein wat op zich heel, heel, heel goed, goed is, wel met een hoop dat SCB SCB krijgt ontwikkeling. En ja ook toe op wat projecten die like, op Albina zijn, toch nou een mooi moment in het algemeen. En voetbal, het zal allemaal zo zijn, kan je op een trein En denk je dat er meer gedaan kan worden vanuit de regering voor het voor sport van Suriname en onze sporters? Na, natuurlijk, daarom begin dat ik aan Santa Sport en Jeugdzaken, en en Ministerie moest komen. Kan? Omdat daar kan je richting geven, daar kan je gelijke structuur erop gooien. Toch? En uh, dat is niet mis, Er is wel een sport en een kader, maar de financiën zijn niet van die aard. Alleen vind ik dat uh, uh, wij als Suriname uh, internationale hulp moeten inroepen. En die zijn een, een, een heleboel hier komt er een probleem. Wat hebben we gedaan? We hebben de hulp ingeroepen van IMF. Kom me helpen. De Wereldbank is erbij. De IDB is erbij. De Islamic Development Bank is erbij. Omdat wij zeggen, we kunnen het niet alleen. Het probleem is zodanig groot dat jonge financiën voor voldoen. Maar nu maken we mooie ontwikkelingen mee. En deze zaken, als het sportbeleid, moet gestalte beginnen te krijgen. Nu zegt het zelf, ja, we kunnen het op, naar een hoger niveau tillen. Maar wat zijn volgens u de uitdagingen om dat niveau te bereiken? Uh, de accommodatie moet alvast op peil gebracht worden. Daarom om Aroma-approject voor Albina. En overal in het land moeten zulke projecten geïnitieerd worden. Dus ik, ik denk dat we een moment zullen bereiken waar de regering zegt: ik bouw een stadion daar. Omdat we hebben de financiën, hoe Abba, abba Monif bouwers zijn. Dan, 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 dan. Zullen we onze eigen ontwikkeling in onze eigen handen nemen. En dan voelen we ook onder sport uh, het sport gebeuren. Denkt u dat er um, meer wetgeving moet komen op uh, dat gebied? Uh, nou, uh, we houden van vergelijken. Je moet vergelijken om te weten waar je staan. En uh, bij deze, als ik een vergelijking trek met een Frans-Guyane, daar zijn we ver achter. Toch? En uh, wel, het moet om een, 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 een wetten komen die de sporters en uh, begeleiders structureren. Vooral omdat als je daar bij buiten Suriname moet en uh, representeren moet je uh, kunnen beschikken over de financiën en je ziet daar verschillende sporten die maar struggelen die mannen moeten beter toer gaan bijvoorbeeld een 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 worstel en een federatie en een bodybuilding, een en weightlifting band en, uh, die mannen zetten prestatie op prestatie internationaal maar tenminste moet bereiken voor Dan is de regering niet daar is sportzaken niet daar wat op zich heel heel moeilijk is voor de jongens om um, ...hun talenten adequater te kunnen opvoeren. U bent ook doelman geweest. U gaf het scherf aan. Um, wat vindt u van onze huidige natuur? Dat is geschiedenis. Ik ben nu op de De komende 15 15 ...daarbij heb ik voor Het is een nice mooi moment voor ons als land... ...dat wij onze talenten voor elkaar us kunnen gebruiken... ...in zulke wedstrijden. Uh, alleen kijk ik naar de ontwikkeling daarna. Welke waar gaan we naartoe? En met wie willen we daar naartoe gaan? Toch, want om eerlijk te zijn, wij hier in Suriname willen ook graag een paar lokale jongens in het nationale team zien. Maar je ziet duidelijk dat ze het niveau, misschien op twee of drie spelers na, neem maar een bereik aan niveau. Omdat ze hebben een trabouw in bereik, waardoor ze plaats moeten nemen op de bank. Maar de SVB kan. En of vind ik dat ze moeten bemiddelen van, hey Bonskoos alsjeblieft, dat is één of twee spelers. Toch om de jongens hier te motiveren van, kijk, als je de beste bent, kan je starten in de nationale selectie. Als amateur. Want de rest zijn full professionals die hun broeder verdienen met voetbal. En hoe ziet u de toekomst van onze sport graag? Uh, er moet dan meer structuur komen, er moet meer financiën daarop gegooid worden. Er moet een fonds komen waaruit sporters kunnen trekken, vooral wanneer ze Suriname moeten vertegenwoordigen in het buitenland. En uh, de accommodatie moet aangepakt worden. En, uh, we hebben grote atleten hier gehad. Ik denk aan Tommy Azingale, Tjafriese. Maar we beschikken nog niet over een internationale atletiekbaan. Toch, wat op zich heel, heel erg is, ondanks de talenten daar liggen. En zijn zaken die wij als land en als sport en een um, bij elkaar moeten komen om um, zulke activiteiten aan te pakken. Omdat het kan niet dat we niet een atletiekban hebben. Het kan niet dat op soos is onze topatleten en een primitief moeten trainen. Toch? En mijn hartbloed, als ik de jongens aan het werk zie in SOUSES, is, is echt nou, Er moet een verandering komen. Toch? Had ik een projectvoorstel gedaan, wel mondeling bij uh, Total. Ik was toen in Parijs met een project. So, ze hebben het omarmd, alleen moet ik het in een, in een project officieel gooien en het indienen bij die mannen. Ze zijn bereid om te helpen en structureren en bepaalde takken van sport aanpakken qua accommodatie, zodat de jongens professioneel op een veilige plaats kunnen trainen en hun talenten te, te laten zien. Gezien uw carrière als doelman. Wat voor advies heeft u voor uh, sporters of voetballers, voetballers in het bijzonder? Uh, hard trainen, gedisciplineerd zijn, echt willen leren en constant willen leren en uh, vooral je best doen. Want ik zeg één ding: sport en school gaan hand in hand. Toch, je moet je best doen op school en geen lage cijfers, heel hoge cijfers. Want je moet je ouders eerst blij maken daarmee en bakken dat. De ondersteuning als sportzaak je doen. Maar met voetbal kan je ook meer doen verdienen. Maar je moet je hard werken, je moet het niveau kunnen bereiken van een prof. In het buitenland, AC Milan, Barcelona, iedereen praat over Barcelona. Ja, maar ook kan jij een keertje daar staan. Maar je moet heel veel offeren en vooral hard werken. Nog een vraag, een persoonlijke vraag: welke team, welke team ondersteunt uh, Aluma graag? Ah, ik ben een fan van voetbal. Ik kijk naar wie het verdient om te winnen omdat ik wil me niet mengen in de soep van, omdat ik heb een filosofie, de 22 spelers zijn professionals, zijn miljonair. En ik wil mijn tijd niet energie erin stoppen, maar je moet kijken naar kwalitatief voetbal. Wat doen ze, wat jij ook kan doen. En het maakt niet uit voor mij hoe je het doet. Zolang het goed is, moet je het ook kunnen doen en ernaartoe werken. En nu een boodschap voor onze sporters. Ah, ik zou zeggen, jongeren, je houdt van je sport. Zet je beste beentje voor. Ik heb het eerder gezegd: sport en je studie gaan hand in hand. Blijf je best doen op school, zodanig dat je ouders je naar de training moeten brengen, omdat ze zijn blij met je. Je kan het maken, je kan de wereldklasse halen, je kan je wereldniveau halen, maar je moet investeren in jezelf. Zo heeft u het gehoord van het assembleelid Ronnie Aluma, met wie we hebben gesproken over het sportbeleid. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Sanatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.